Yes. Hallo, hier Femke van Kuik vanuit de Heldere Bron. Ja. De video is altijd met een spiegel. Dat zie ik even van dichtbij hoe alles ervoor staat. Ja, hoe is het met jou? Op deze dag. Ik heb zojuist 1-op-1 coaching gegeven aan een klant. En er kwam een nieuwe clearing door. En er zat zoveel lading op dat ik heel graag met jullie deze wil doen. Het heeft ook raakvlak met wat ik afgelopen week al doorkreeg. Nog een clearing die ik met jullie mag doen. In deze tijd van jezelf bevrijden. Van welke. Ik krijg het in het Engels door. Welke streng? Dan ook. Wat ik net doorkreeg was een clearing op het UWV-bewustzijn. En zelf heb ik ook een tijdje UWV gehad nadat ik ontslagen was uit mijn vaste baan. Ik was toen al begonnen met het spirituele pad. Ik wist op dat moment al, ik wil een praktijk beginnen, alleen durfde ik dat niet. En vrij veel van mijn klanten hebben ook in een situatie gezeten van in-between jobs. Hebben UWV bewust. Of UWV. krijgen geld van het UWV. Waar het UWV-bewustzijn eigenlijk over ging, woorden die ik daarnet bij doorkreeg, was dat je voelt dat je faalt. Dat je faalt in een maatschappij. Dat je afhankelijk bent van een systeem van buitenaf. Dat je de beperking voelt van een systeem van buitenaf. En eigenlijk is het UWV-bewustzijn een veel groter stuk. Alleen het UWV-bewustzijn in Nederland kennen we natuurlijk het UWV. Jezelf afhankelijk voelen van maatschappelijke organisatie. Terwijl je in waarheid een creatief wezen bent. En zeker in de periode dat ik UWV kreeg. Ik was ook. Laat ik even mijn zin afmaken. Dat was voor mij toen echt een vangnet op dat moment. En het UWV krijgen heeft ook zeker een positieve bijdrage. Het is een creatie, het is een vangnet. Op het moment dat jij even niet weet wat je met jezelf en het leven wilt. Alleen wordt het vangnet een web op het moment dat jij gelooft of vindt dat je gefaald hebt, dat je UWV krijgt. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig wat jouw associaties zijn bij het UWV-bewustzijn. UWV-bewustzijn is ook de matrix van beperking, financiële beperking. Mijn bron van overvloed komt van buitenaf, wordt me opgelegd, is beperkt. Hoeveel van je talenten en gaves doe je afstand van onbewust op het moment dat je UWV krijgt? We weten allemaal van UWV. Dat je 70% van je loon krijgt. Dus op een gegeven moment zit je in de UWV, geloof je dat je 70% minder waar bent. Cool. Ik ga voor jullie deze clearing doen. En voor deze clearing mag je je hart openen. Contact maken met hart van moeder aarde. En waar je wil je van gaan bevrijden, waar jij jezelf van mag bevrijden, is de beperking, de limitatie. Maar ook het falen. Van geld, steun,
verzorging van buitenaf. Vooral het diepe gevoel van falen. Ik heb gefaald. Ik sta buiten de maatschappij. We halen het web weg. Het web, de illusie. Dat dit van buiten afkomt. Het UWV-bewustzijn die je beperkt in je doen, je laten, je handelen. Het moet er voldoen. We activeren ook de gift. De gift van het UWV-bewustzijn. Want alles heeft een pluskant en een minkant. Welke vorm van verzorging, vangnet, heb jij gecreëerd? Op een moment dat jij het in je leven nodig had. Dat je op dat moment het contact met jezelf kwijt was. Een andere koers op, andere kant op wilde. Welke gift brengt het UWV-bewustzijn jou als je beseft dat jij het heb gecreëerd. Een vangnet. Een pauze in je leven. Waar je even kon terugkomen naar jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat ga ik doen? Deze energie gaat ook door alle andere levens heen, vorige levens heen, waarin jij afhankelijk was van levensonderhoud, van het systeem, overheden. Waarin je hebt afhankelijk gevoeld
van de zorg van buitenaf. Wat geactiveerd wordt, is het bewustzijn dat jij een multidimensionaal wezen bent. Dat je autonoom, soeverein bent. Volledig capabel om jouw hemel op aarde te creëren. Je bent soeverein. En je bent vrij. Vrij van welke structuur dan ook. Je wordt nu losgekoppeld van het UWV-bewustzijn. Alle mensen die zich in een ondergeschikte positie hebben gevoeld. Ondergeschikt aan zichzelf. Dat jij weer volledig bij jouw eigen waarheid kunt komen. Yes. En al deze energieën. Verlaten als cirkelend je lichaam. Worden opgenomen in Moeder Aarde. Diep, diep, diep connectie maken met de aarde. En als je er klaar voor bent, mag je weer terugkomen in het hier en nu. En je dag vervolgen. In het volledige besef. Dat jij een vrij, creërend, scheppend wezen bent. En uiteraard ben ik heel erg benieuwd. Welk inzicht jij hebt gekregen na het ontvangen van deze clearing. Yay. Tot slot. Morgen geef ik een webinar. Intuïtief leiderschap. Laat je niet afschrikken door het woord leiderschap. Intuïtief leiderschap gaat over het leven van jouw leven. Op jouw eigen voorwaarden. Jouw eigen koers. Het leven van jouw eigen koers. Het is een intro, want er komt er een nieuwe vijfdaagse aan. En morgen ga ik het eerste webinar erover cadeau geven. Mocht je dat nog niet gezien hebben, ik deel zo meteen de link. Boven of onder deze video komt ook op YouTube te staan. Mocht je later deze video zien, klik even door. Want je kan het webinar direct terugkijken als dit na 18 maart is. En we gaan iets super tofs doen met de activatie van je hogere zelf. Morgen daar meer over. Mocht dat een match zijn met jou, dan nodig ik je van harte uit om morgen in het webinar aan te schrijven of de replay na te kijken. Dus voor nu, dankjewel en een fijne dag.